Compilatieprogramma. Dus, ze live. Ah, ja, oeh, we zijn al live. We zijn live. Oh, we zijn niet live, we zijn aan recording. Oh, we zijn morgen live. Ja, YouTube is nu al aan het kijken. Ik denk dat... Nee, we zijn lokaal aan het opnemen. Sascha heeft me wel laten weten dat doordat die webcams in mijn bureau staan, dat wanneer dat masturbeert, dat de kans bestaat dat de CIA ook kan meekijken. Ah ja, maar als, dus jij gaat daar op die computer zo'n porno opzoeken, je drukt op play en dan kijkt op dat scherm en dan zit die... Nu, ik zet mij in die stoel wat als socials. Normaal staat hier weer een wc-rolke. Ik heb een mantel onder mij had, omdat ik zo... Serieus? Ik weet niet hoe ik ga jizzen die dag. Het kan zijn dat het spuit, het kan zijn dat naar beneden stroomt en dan wilde niet dat er op je stoel... Ah, ik dacht meer aan aarszweet. Ah ja, kijk. Of in hoeverre doet het je broek af? Doet het zo wel een beetje naar beneden? Of echt gewoon broek op enkels? Maar t-shirt altijd? Bijna, snap bijna altijd, eigenlijk. Altijd broek op enkels? Bijna ik altijd. Als ik masturbeer, bijna altijd. Doe dat ook als je gaat kakken? Broek op enkels? Ja. Ja. Dan laat je broek gewoon op mijn knieën, of wat? Broek op billen. Wat hier als, zo, tot als je aangevallen wordt of zo, dat je direct kunt... Ja, maar gewoon als er iemand de deur opendoet, die de deur niet moet opendoen, zit er daar niet met je bruine strepen in je volle zicht. Ik ben letterlijk nog nooit mee bezig geweest. Ik heb wel al wat onlangs... Zou er beter mee bezig zijn, man. Ik heb onlangs wel gehad dat een maat binnenkwam en inderdaad, ik zat broek op enkels. En dat was op zijn feest, het enige dat ik hoorde is dat hij naar buiten liep en dat hij naar mijn lief ging zo, hij moet je echt graag zien, ik heb dan mee basket. En zo'n eerste keer dat ik hem met schoorschama gezien heb. Dus we zijn ook gewoon recht naar Is dat het geschoren schaamhaar, nu dat je toch aanknoopt, dat thema? Het is al een schunnige aflevering trouwens. Wacht, moet ik een welkom bij? Nee. Wacht. Ik wil eerst deze behandelen. Is dat op aanvraag van de dame of... Nee, dus of uit eigen wil? Dat is spontaan. Spontaan. En wat was het moment in je leven dat je zei, weet je wat... Ik ben een geschoren schaamhaar type. Jezus, ik weet niet of ik één moment... Ik denk dat het gewoon op een heel moment was dat ik zoiets had... Wanneer dat... Like, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik heb een haar dat ook langs mijn schacht een klein beetje naar boven groeit. Ja. Zo langs van achter of langs van voor. Op de piemel zelf. Ja. Dus ik heb ook zoiets... Als je dan... een blowjob krijgt van iemand die er niet respecteert, wat ik geen affiniteit heb. Zijn de beste blowjobs. Dan hebben ze iets... Laat ons eerlijk zijn. Pak wel haar. Like, who cares? Dames en heren, welkom bij de Ruitentikkers! Eduard Pre is hier. Voor de eerste keer. Ja, inderdaad. Maar het is nu pas dat mag, hè. Ik wil echt niet... De audio en de video is in orde, dus... Ik wil echt niet 4-3. In 4-3 op YouTube komen, dat kan echt niet. In een vierkant zo. Ja. Lekker breed beeld. Ik wil dit kunnen doen, zodat mensen mijn okselvijvers kunnen checken. Ah, maar wacht. Dan moet ik een andere camera angle doen. Ja, maar dit is goed. Laat het zo. Ik ga niet nog een keer doen. Het is echt snik. Ik heb een verse t-shirt uit en voordat we begonnen zijn. Gewoon omdat die andere echt fucking putsteen zat. Ja, ik heb zelfs mijn tanden gepoetst, mij geschoren. Scheef? Ja. Mijn haren goed gelegd. Ik heb het wel niet in de spiegel gedaan, dus ik weet niet wat dat... Ik doe dat met krul nu haar goed leggen. Gewoon zo wel zorgen dat zo wat in proportie is. Dat zo wel een bol is. Dus een perfecte bol. Ik vind het perfect haar, en ik ga ervan uit dat je probeert het... Nee, perfect haar om. Niet perfect haar. Kijk naar je hoofd. Nee, het perfect haar om de white afro te hebben. Ja, dat is mijn droom. Heb je geprobeerd ooit? Maar, zit je nou 14 jaar of zo? Meer into hip-hop? Nee, ja, maar het probleem is dat als het lang wordt, begint het er heel dun uit te zien en gaat het plat. Het wordt niet zo... Het is niet echt zo zwarte mensenharen dat het zo in alle kanten gelijkmatig groeit. Het is gewoon zo... Het valt plat. Ik denk niet dat dat in alle maten... Ik denk dat die bijgeknipt wordt. Ja, natuurlijk. Maar het wil zijn... Dat is how it always works. Die hebben zo hun haar zo'n beetje lijkt een zak chips. Er zit veel lucht in, maar dat houdt het goed volumineus. Zo. Ja. Maar als je wilt dat mij er een beetje uitziet, afro-achtig, dan moet het net heel kort zijn.
Want dan heeft het, dan lijkt het meer dat het volume heeft, als ik het vrij kort. Maar nu niet meer. Hè. Ja, maar volgende week ga ik naar de kapper. Ja. Primeur voor... voor iedereen. De late afternoon show. Ik had langs gehad dat ik ook een maand uit geweest. Ik dacht, welkom bij de late afternoon show. Echt. Maar dan kwam ik op het trainen vorige week dat ik misschien te veel doe. En dan kom ik duur vergeten wat ik allemaal aan het doen ben. Van waar dat je overal moet knippen op je lijf. Wat bedoel je? Nee. Wat ik... activiteiten. Ah, ja. Veel nee, activiteiten. Maar... Ja, maar je bent wel een activiteiten, man. Ik ben... Moeilijk om mee af te spreken, die jongen. Drukke agendas. Volgens mij heel veel familieactiviteiten. Morgen heb ik familiefeest. Morgen zo, is mijn Peterkind zijn verjaardag. Shout-out Tito. Gaat dit nooit zien. Ik denk dat jij gaat picknicken met je maten in het park, soms. Barbecues. Volgende week vrijdag ga ik een zeker barbecue. Doen. Dat is zeker wel doen, maar we hebben dat wel aan het gedaan. Zullen we basketten? Mag zo in een openbaar park? Ah, dat ik vroeger vaak inderdaad met de maten gaan basketten, maar sinds hernia nummer 4 is dat zo naar de goede plek. Ik ga wel af en toe en dan shot ik ze 3 keer, spring ik 1 keer en ik zie het oké, old man Elias is out. Damn. Ik kan langs de zeggen. Dwight Howard. Ja, want Dwight en de Lakers. Ja, ik heb het gezien. Ik vind het zalig. Ja, basket. Hey, go Lakers, hè. Go Lakers. En ik ben nu Lakers fan, hè. Ah ja, zijn LeBron bandwagon. Ja, het wel, hè. Ik vind hè. Ik vind het zalig dat Dwight Howard bij de Lakers zit terug. Het is zo hilarisch. Ik ken hoe je het bij de Lakers nu... Ze dachten dat vorig jaar de meme team was. Check deze. Ja, oké, maar AD en LeBron... Waar je meer nodig? Ja, Dwight Howard, als je hem beperkt in rol en gewoon zo houdt hem tot rebound en verdediging. Pick and rolls, gewoon pick and rolls en rebounds, dat kan hij. Maar hij wil dat niet doen, hij wil post-ups doen. Maar hij kan dat niet. Nee, maar dat is het probleem. Dat is wat hij wil doen. Hij zou graag Shaq zijn, maar Shaq kon alles. Behalve vrouwen. Kunnen de Lakers niet gewoon 90% van hun... Nee, 100% van hun play is gewoon zo... Een Braun AD pick and roll. Ik denk dat alleen dat. Pick and roll, terwijl het shoes aan de buitenkant staan. Ja, ik denk dat dat gewoon... Dwight Howard, zo Birdman roll, zo achter de basket staan, klaar voor de rebound. Ja, maar ik zie niet waarom niet. Voilà. Dus het team op dit moment is geconstrueerd rond die twee spelers. En voor de rest... En ze Kuzma nog? Ja. Die is wel goed, hè. Kuzma is goed. Kuzma gaat goed wonen. Speelt heel goed off the ball samen met Braun. En dat is wel wat hij nodig heeft. En ik ga nog net aan Ray Allen, he will dust off. die zie ik echt terugkeren over zijn bank, alsjeblieft. Dus je krijgt nog een ring. Of de Lakers. Stel je voor dat Ray Allen een ring wint voor de Lakers. Dat is nu de lol online van Kobe gaat terugkeren gewoon om Dwight verder te bullyen. Ja, het gaat zalig zijn. Ja, Dwight, ik... Het was ook de verjaardag van Kobe blijkbaar vandaag. Ja. Maar Dwight is vroeg gepiekt. Als je zo naar zijn carrière kijkt, was hij 4 keer Defensive Player of the Year, maar zo in zijn eerste 6 jaar. En dan... Hij heeft een zotte piek gehad. Fucking de finale gehaald en al. Finals. Oh, ja. Maar de Magic, ja, dat was nooit goed. Maar ik denk nu, om eerlijk te zijn, ik geloof er niet in, Lakers. Nee? Ik ben LeBron Dick Rider tot het einde. Ik vind de beste speler dat ik actief heb meegemaakt. Ik ben bewust beginnen kijken naar basket, zo de tweede threepeat van Jordan. Zo naar het einde toe. Ja, dan, maar dat was ook gewoon niet naar matchen. Hè. Dat was zo'n samenvatting op Eurosport, dat ik zo kon kijken. En toen had ik zo een abonnement op XXL magazine. En zo zijn er dan een beetje bij de NBA betrokken. Maar het is pas met de opkomst van het internet, 2001, 2002 of zo, dat je matchen kon zien. Nee, maar dat goedkoop genoeg was om een match te bekijken. Zoeken, ja. Ja, dat was toen konden. En dan, LeBron is terechtgekomen in 2003 en is de beste speler van de laatste 15 jaar. Zeker. Zelf in de periode van Kobe 20, en Duncan. 20. En like Duncan is maar, waar is die 4 jaar voor LeBron in de NBA gekomen, hè? Ja, het zou kunnen, ja. Hij had in 98 of zo, LeBron in 2005. En LeBron zie ik wel nog... Die zit nu op de fase dat Duncan echt zo nog een 12-7 seizoen had. Ja. En dat je zegt, wauw, Duncan is nog altijd zo goed. Dan zegt LeBron wordt er 35. Dat is gestoord. En hij heeft nog altijd, was het een 28 dames en heren, hot take van de late afternoon show. LeBron is goed. LeBron James is goed in basketbal. Er zijn veel fucking haters. Je weet dat er veel haters zijn. Ja, oké, maar dan zijn er toch gewoon niet haters. Maar dus, ik denk dat er vooral talking heads op tv zijn die er geld moeten verdienen, maar ergens tegen te zijn. Ja.
Dat is het ook. Dus nu bij alle commentaar, je moet daar eens voor en tegen. Je kunt niet gewoon naar een goede match kijken. Ik heb het moeilijk als ik als publiek naar iets kijk, of dat dan nu basket, MMA of whatever is. Ik wil wel altijd supporten voor iemand. Het is allemaal begonnen bij 9-11, hè? 11 september. Ik luister. Ik ben bij benieuwd. Dat was de eerste keer dat er zo... Dus dit, ik weet niet of je dat weet. 11 september 2001 zijn er vliegtuigen. Ik herinner mij vaak... De WTC-torens. Ik herinner mij vaak iemand in mijn tuin die enthousiast aan het roepen was. Het is Wereldoorlog 3. Als je, dat waren zo toren, twee torens in New York. Als je die een keer wilt zien met de Flight Simulator 98 spelen. Dan kunnen zelfs invliegen. Ja. Kunnen het dan de horror simuleren. Dat is de eerste keer dat ze zo begonnen zijn met 24 uur op 24 news cycles. Ah ja, dat is waar. Dat... Omdat ah, zo ja, in de ja. eerste weken was dat, ja, dat was... 9-11 is een soort van de val van de muur, 9-11, en voor de rest is er niets van waardige, allee, zo van impact gebeurd. Dat, verklaart waarom we 24 uur nieuws zouden moeten hebben. Ja, en dan, dus ze zijn begonnen met 24 uur nieuws, dat was een jaar relevant, en dan was het eigenlijk op. En, maar ze zijn wel die, 24 uur behouden. Dat is dan de advertentie geld, hè, zo, en dat blijven. En dus dan, om een of andere reden overgenomen door sportzenders. Dus nu moeten sportzenders, niet 24, maar bijvoorbeeld 16 uur per dag... Ja, dat is wel insane. ...meningen produceren. Ja, dus gewoon meningen genereren. Hoeveel podcasts dat er eigenlijk niet zijn in, op ESPN. Ja, ook, hè. Nou, gewoon zo, like, ken ik Colin Cowherd? Ja, ja. Ah, wat, dat is gewoon een podcast, hè. Ja, tuurlijk. Wat dat die doen? Zit daar gewoon. Die zetten en zo... Alright, I'm telling you something today. LeBron James, niet goed bezig. Oké, we hebben een gast vandaag. En dat is gewoon iemand die gewoon zo... Het is een radioshow op tv. Het is heel entertainend. Denk dat dit is, maar het is... Ik snap het wel. Het is heel entertainend. Het is vrijwillig te zijn. Het is zo leuk om te Het is ook gewoon leuk om zo een kant op te gaan en gewoon zo... een take te nemen en er volledig voor te gaan en dan te discussiëren met iemand die zo volledig een andere kant in gaat. En Stephen A. Smith en onze carrière gebouwd op gewoon ja, zo... Dat is crazy. We gaan een kant kiezen en dan gaan we Willis Nillis troll, gaan verdelen. Ja, gewoon geld verdienen aan troll. Dat zijn de grootste trolls op aarde. Ja, maar het is... Er gaan wel wat... Ik vind het jammer, want gelijk als je zo... Weet dat, zij en Chris Calvo, dat zijn de grootste trolls. Vind je Calvo een troll? Wat een troll, man. Maar goed, over wat ging het? Ik vind Calvo, ik vind hem... Hij ziet eruit als iemand dat ik geen pint mee wil pakken. Snap je wat ik bedoel? Het is zo, alles aan hem schreeuwt, ik ga je geen toffen vinden als mens. Lijkt zo, misschien is dat een bekwaam politiek. Ik volg het niet genoeg om te weten. Maar het zo mensen die zo'n gezicht hebben, dat je zoiets zet van... Like zo, als je zo graad mager bent en dan heb je zo'n stoppelbaard om dat te verbergen. En een bril, dus die stoppelbaard en die bril verbergen zijn psychophase. Ik ben al bezig met Christophe Calvo. Ja. Trouwens, 9-11. Dat is toch psychophase? Denkt die een bril weg? Ja. 9-11. Dat zijn aardknop zijn. 9-11, zo. Wat, ja, het zo mensen die dan zeggen: ja, maar mocht ik in het vliegtuig hebben gezien? Omdat ik die gasten. Maar dat is er is maar één vliegtuig bij wie dat ze dat gedaan hebben. Dus dat maar het is ook gewoon wat je vergeet, terwijl dat uit je mond schuift, is dat, als je zoiets zegt, is dat die mensen wisten niet dat ze dood gingen gaan. Hè? Je weet dat pas als je al dood bent. Het is niet dat ze zeggen, ja boys, het plan is, jullie gaan chillen en wij gaan deze vliegtuig in de torens vliegen en jullie gaan allemaal dood zijn. Zo is het niet gebeurd. Nee, de meeste kapingen zijn cool, het is like een flight simulator, maar in het echt. En de meeste kapingen, een vliegtuigkaping is eigenlijk een vrij goed plan als je iets gedaan wilt krijgen. Want dat heeft beperkte brandstof en als de brandstof op is, heb je gewoon letterlijk een deadline. Een keer dat de brandstof op is, dan stort dat neer. Dus op zich kan ik me inbeelden dat je in het vliegtuig zegt, ah nee, we gaan uren toertjes rond hetzelfde veld doen. Gewoon omdat ze wat geld willen loskrijgen, omdat er, ik weet niet, vier man van de Siberische tijgers moet vrijgelaten worden uit de gevangenis ergens in Thailand of whatever. Maar dat is inderdaad, de meeste kapingen zijn gewoon dat. Ik had er nog niet over nagedacht, van inderdaad, de meeste kapingen zijn niet, we gaan dit als wapen gebruiken. Nee, tuurlijk niet. En nu zou je daar misschien aan denken, omdat je 9-11 net meegemaakt. Dat is een vrij goed fucking punt. Op een Amerikaanse vlucht zit er nu ook een US Marshal, die pistool heeft. Ah, niet elke, dus willekeurig. Binnenlandse vlucht.
Nee. Normaal is het op elke band. Nee. Dit zijn zo van die anonieme dudes. Soms zit er één op, soms niet. Freedom Fighter. Maar niet elke, dat kan niet. Zo, dat zou insane zijn, man. De kost daarvan. Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? De hardwerkende Amerikaan. Ja, dan gaat het toch... Kom aan, Jamie. Pull it up. Ik eigenlijk me wel. Zo, in Amerika, die lijn om daar binnen te raken wanneer je van het vliegtuig komt. Ja, dat is wel raar, hè? Dat is insane. Ik ben hier al. En like, we stonden daar... We waren met 10 man, 11 man in totaal of zo? 9. Nee. En we stonden aan een ding en op een heel moment... Ik moet... Dat is anders. Gaat spits, hè. Ik moet mij zo inchecken. En terwijl ik dat doe, vraag Charlotte zoiets. En ik draai me om te antwoorden en direct komen ze met... Zullen we het samen? Dan moet het samen inchecken. En dan zo, wow. We wilden dat gerust doen. En ik zo, je kunt ook gewoon zo, hey. Ja. Doe dat samen, dan kunnen we wat tijd uitsparen. Het is zot hoe gespannen de Amerikanen zijn, zo, als ze in een rol zitten. Als ze zo in een job zijn. Die zijn zo'n gespannen cultuur, zo. Zo, alles die is pakken, zo leven en dood. Die pakken serieus. Die pakken alles vrees. Like, vooral agenten zo. Politie. Dat is van, let's ascertain whether the pursued... Gun! Wat? Ik sta hier gewoon. Gun! Dat is op elke internationale vlucht. Is elke internationale vlucht? Dat is wel serieus? Ja, elke domestische vlucht. Elke internationale vlucht? Every international crazy. Flight... To and from the US has at least one air marshal. Domestic flights are mostly random. En onder een post onder lezen dat 1% van de domestic flights is die US marshals hebben. Omdat ze zijn bijna allemaal een ding. Het eerste in mijn kop op. Dat is wel zot. Elke international. Het eerste in mijn kop op. Ik ga ervan uit dat hij niet in eerste klasse zit. Want ik denk dat hij vanuit het verleden achteraan het vliegtuig zit of ergens zodat de goede overzicht. Misschien zeggen ze dat ook gewoon. Hè? Huh? Maar ik ben met heel dat hij zo net zo... Net als toen een Instagram famous meisje zit op zijn vlucht. Dat gewoon statistisch gezien vaak moet gebeuren. Ja. Dat er naast iemand zit die altijd zo'n Instagram verhaal heeft. Maar en dat is ook altijd... Ik mag niet in beeld komen. Ah, dat is wel zot, hè. Elke man, internationale vlucht. En dan hebben we al zo iemand ontmoet. Ze kunnen ook gewoon zeggen natuurlijk, hè. Bluffen. Ja, maar dat is niet... Wel veel geld kosten ook. Zo gewoon zo. Uw dingen zo en die pistool doen zo. Of gewoon zelf met pistool en een vlucht van Marshall vandaag. Of u een deodorant. Het schijnt dat ook zo gevaarlijk is. Of gewoon geen fucking flesje water. Een grote flesje water mogen het niet meer meenemen op het vliegtuig. Ik zeg, scant dat dan? Scant dat? Als ik per CO2 bal, is scant dat maar. Wat moet ik met een volle blaas door de check gaan? Want ik kap mijn water binnen voordat ik op het vliegtuig stap. Om daar een queen lang. En dan klein fucking flesje water. En hoe vaak dat ik al zo'n muntstuk in mijn broekzak vergeten ben en dat ik door die metaaldetector wandel en dat er niets gebeurt. 1 keer. Dus voor mij is dat al genoeg om te zijn dat het niet veilig is. Je moet een zwaard maken van muntstukken. Dat is eigenlijk het antwoord. En dan kunnen iedereen neersteken. Kunnen de air marshal als eerste... Maar sorry, van tandborstel. Perfect. Een wapen. Maar je kunt glazen flessen kopen... In de tax-free voordat je op het vliegtuig staat. Ah, ja, die moet je wel mee pakken. Die kunnen breken en dan heb je ook een wapen. Hè? Allee. Nee, ik vind dat een heel vreemde... Like zo, je kunt een aansteker en een busdeodorant kopen in de tax-free op weg naar je vlucht. Zwaar. En wat? Dat is een wapen voor elke 13-jarige ooit. Dat is... Een sigaret en een briquet kunt je ook... kanker. Als je die iedereen kanker geven. En dan... Als je die filter opwarmt en samen doet... Dan wordt dat vlijmscherp. Mensen besnijden. Maar in principe, als ze dingen hebben gekaapt van 9-11, was dan een stok waar ze scheermesjes hadden instoken. Het is wel zot. Genosoord. Ja, nee, maar echt. Dus van die gewone, die Amerikaanse... Die single blade. Yeah. Single blade. Ze hadden een stok gemaakt waar ze die op konden monteren. Ze hadden een soort van knuppel met een... scheermesjes die ze gemaakt hadden. Het is wel zo te veel weinig blanke mensen dat er gestorven zijn in vliegtuigen, hè, de laatste 15 jaar, sinds 9-11. Heel weinig toch, denk ik. We doen dat goed. Allee, maar het zijn redelijk wel in Maleisië of zo neer. Oké, maar goed. Dat was zo wel een piek. Is dat eigenlijk al opgelost? Of is dat zoiets dat eigenlijk al lang opgelost is, maar dat niemand wil uitspreken, omdat anders Wereldoorlog 3 is?
M-vlucht. Het was ook een die zo, zo zelf... M-H-87 of zo, ja. Het was ook een die zo zelf moord had gepleegd. Hè. Vliegtuig gekaapt en dan gewoon een knal in de oceaan om zelfmoord te plegen. Dat is wel een douche manier om zelfmoord te plegen. Ja. Als ik doodga, dan gaat er Hans vliegtuig aan mensen ook dood. Jij? Ja, nee, ik dacht van, ah, cool plan. wil ik weten wanneer je dat gaat doen? Maar dat is wel een douche moe. Ik word al kwaad als mensen op de treinspoor springen, maar ik geef vertraging wel. Maar een vliegtuig neerstort, je kunt de deur open doen, hè? En dan heeft het vliegtuig nog een kans. Je kunt het vliegtuig laten dalen tot een bepaalde deur open en dan springt het water. Misschien zijn ze dood, misschien niet. Maar na verloop van tijd hadden we al dood zijn. Ja. Wil je doodgaan? Ik ga doodgaan. Ik wil het niet, Mark. Maar eigenlijk, ik weet dat eigenlijk wil het toch geen last zijn, eigenlijk zo. Allee, ik weet het niet. Oh, ik wil last zijn. Als dat wil zeggen dat ik langer leef, wil ik al last zijn. Maar langer leef? Nee, maar het is hetzelfde einde. Dit is een mop die ik uitgetest heb die nooit gewerkt heeft. En dat is van het onder de sporen springen. Ja. Als je per se de aandacht wilt van iedereen op de trein, spring niet onder de sporen. Maar hang je gewoon aan een boom langs de spoor. Iedereen gaat het gezien hebben, gaat nog altijd de aandacht krijgen. True. Maar niemand gaat... Je ophangen. Hè. Ja, hang je gewoon op aan een boom op zo'n plaats dat je weet dat ze moeten vertragen omdat er een spoorwissel of zo is. Dat we zo voorbij dokken naar 40. En dat iedereen je kan zien. Heb de impact. Iedereen heeft gezien. Oh. Wat zou zo de populairste zelfmoord ding zijn? Het schijnt dat bij mannen zo allemaal wat gewelddadiger gaat. En ik bij vrouwen vooral pillen. Ik weet dan bijvoorbeeld de populairste zelfmoord bij zo whistleblowers. Is 2 kogels in de borst en 3 in het hoofd. 2 kogels zoals... in de achterkant van het, ja. Van het hoofd. Dat is de meest voorkomende zelfmoord. Ja. Maar nee, ik vind dat zo... Ik krijg zoiets onder een... Eigenlijk... België heeft het hoogste zelfmoordcijfer in West-Europa. Ja, we zijn er vrij goed in. Zo. Tussen 24 en 45 is bij mannen, want mannen zijn nog altijd... Vind ik grappig, hè? We zijn ook het land met de meeste zelfmoorden en het land met het meeste gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Toeval? We zeggen geen nee, we zeggen geen ja, jongens. Aan u om te antwoorden. Ik vind, maar we pakken ook mega veel antidepressiva. Dat is insane. Maar is dat zo? Is dat zo? Ja. Ja, je kunt het opzoeken. We staan redelijk hoog in het lijstje. Het zou handig zijn mochten we niet alleen psychiaters, maar ook psychologen terugbetalen. Ja. Dat zou misschien helpen in het verlagen van de medicatie. Bij de mijne betaal ik €55 voor een sessie. Damn, son. Ja? Dat is big money. Ja, I need it. Je bent zijn. Niet overzien. Ik wil wel een high-level psycholoog om deze shit. Zo'n statistiek, by the way. Vrouwen zijn de meest vertegenwoordigd in de groep die probeert zelf te leven. Ja, mannen slaan erin. Dus als je je afvraagt waarom dat je 20% minder verdient... Als je dan efficiëntie. Nee, vrouwen is dat vrij vaak, ik vind dat een cry for help. En dat is misschien een goede zaak dat het niet lukt. Ja, dat is wel waar. Het is inderdaad beter dat je het niet doet. Maar denk dat het dat het faalt. Ik weet niet, het is alweer een mop die niet gaat werken. Maar heeft met het feit dat vrouwen er altijd goed aan uitzien. En dan een keer als ze met die zelfmoord binnen, als ze zo... Ah, fuck, hoe doe ik dat? Weet je wat, ik ga gewoon zo wat stenen rond mijn dingen en ga ik in een meer wandelen. En dan vinden ze mij in mijn mooi wit kleed. Of volledig blauw opgeblazen. Ja, of ik ga genoeg pillen pakken, maar ik ga me wel aan het toilet zetten als ik me overgeef dat ze mij niet vinden met kots op mijn gezicht. Ik denk dat als mijn vriendin zelfmoord zou willen plegen, zou ze zeggen, ik ga 5 daarvan gans nemen. Fortis, wat fortis. Alleen, ja, dat is soms, ik weet niet of dat je dat, mijn vriendin is vaak zo van, ja, ik heb echt hoofdpijn. Ik zei, ja, pak me daarvan. Ik zal een halfje pakken van 500 en zo. Niet willen dat van gaan pakken. Nee, mijn lief, als er pillen moeten gepakt worden. Ik binnen chat. Ik denk zelfs, volgens mij, ik nog een tweede kunnen gebruiken. Het ding bij mij en dat van Hannes, ik pak het bijna nooit. Waardoor als ik het pak, werk ik mega goed. Ja? Ja, ik denk 1 keer om de 2 maanden of zo, ga ik een dag van hand nemen. Weet je dat veel? Niet veel. Ah, oké. En dan, als je dan dat van voelde echt direct zo, oké, ik snap. Ja. Er hebben daar wetenschappers achter gezeten, die hebben dan onderzocht, want die shit werkt. Ik voel dat niet echt. Als je echt goede pijnstelling wilt, dan moet je gewoon een ding in een dag van gaan en een ibuprofen tegelijkertijd nemen. Ja, dat doe ik ook vaak. Ibus vind ik... Ja, ibuprofen vind ik zelfs een veel beter pijnstelling voor mij toch, meestal, dan dat van gaan. Ja, ik voel het eigenlijk niet, maar ik doe het wel.
Maar zeker als je die twee te samen neemt, als je ze echt iets serieus hebt, dan zegt een dokter tegen nu, als je echt veel pijn hebt, moet je die twee te samen nemen, want die werken op een andere manier. Ja, maar ik wil me herinneren als ik krijg pil waarvan ik de naam niet weet, als ik pijn heb. Dat gewoon zo, als je echt slecht voelt, pak een dien. En dan meestal ga ik dat voorschrift niet gaan indoen. Gewoon omdat ik zoiets heb van, als je mij zegt dat het zo'n goede shit is, dan weet ik dat ik het goede shit ga vinden. En dan weet ik dat ik het misschien de goede shit ga vinden. Denk je dat je talent hebt om je verknocht te geraken? En... Mijn familie is een chokvol. Maar ik heb ook veel verslavingstalent, maar voor sommige dingen totaal niet. Zo fretten kan ik echt gewoon in een soort van psychedelische trips geraken. En maar je maag volledig... zit er op een moment gewoon vol. Ja, nee, dat is... Nee. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat echt uit zo'n mogelijke smaak. Het geraakt vol, ja. Maar dat is gewoon irrelevant. Dat maakt gewoon niet uit. Dat is gewoon niet... Zijn zo iemand die zo riemschaten er drie openzet op een barbecue? Tuurlijk, man. Maar zo lijkt zo alcohol... Soms moet dat. Maar alcohol lijkt like, zo totaal niet... Ik kan niet gaan noemen die stretchpants draagt op de barbecues. Ah, zaal. Goed idee, man. Next level. Zo alcohol zou ik nooit verslaafd aan kunnen geraken. Of drugs of zo van die dingen. Maar dan bijvoorbeeld videogames of zo. Of suiker. Ja. Videogames, dat is dan bij mij zoiets... Kan dat een uurtje... spelen of zo. En maar het ding is ook zo, verslaafd aan videogames wil gewoon zeggen dat je te veel tijd hebt in je leven. Bij mij is dat zo. Ik denk, als de ik veel verslavingen betekenen dat je te veel tijd hebt in je leven. Waarschijnlijk. Als ik veel tijd heb, dan vul ik dat met bullshit. Ja. En als ik geen tijd heb, heb ik er totaal geen nood om te gamen. Ja, als je het niet... Als je in beweging bent, dan zijn er ook niet aan het denken van, ik zou graag mijn computer naar de film kijken. Zijn jij ooit naar een begrafenis geweest met een open kist? Dat is echt raar. Ja, ik denk één keer. Ja? Dus, wow, waarom? Dat is fucked up, toch? Ja, ik ben er ook geen fan van. En zijn er gaan kijken? Nee. Ah ja, dat is nog altijd dezelfde persoon. Nee, dat hoeft me niet. Ik krijg geen zin om een dooi te zien. Zo raar. Dat is echt raar. Heb je dat gezien? Ja, ik vind dat echt freaky. Dus, en dat was zelfs niet... En dat is dan zo meer geschminkt dan al. Dat was zo iemand die... Ja. Het was gewoon een beleefdheidsbegrafenis voor mij. Nee, zo... Een beleefdheidsgevraag. Ja, zo een begrafenis van iemand die je kent, maar ik ken de persoon eigenlijk niet van de begrafenis. Ah, oké. Ik dacht dat... jij bent uit beleefdheid naar een begrafenis geweest. Ik dacht dat de hele begrafenis een beleefdheidsbegrafenis was. Dat zo we don't like him! Gewoon uit beleefdheid. Wat wil ik zijn? Zijn. In de noof, kom. Als we dat niet... Weet je wat ook shit is? Als mensen zo zeggen, hij is gestorven, terwijl dat hem deed wat hem graag doet. Is dood. Who gives a fuck wat hij aan het doen was? Is het dood nu? Ik weet niet, om dan terug te keren naar 9-11, lijkt ik me met inbeeld dat er minstens één office romance was die abrupt onderbroken is door een vliegtuig. Oh. Zijn nog een keer? Dat er minstens één koppel aan het neuken was, maar die mocht neuken, een baas en secretaresse of zo. En mijn vraag is, als ze laag genoeg op het gebouw zaten, did die finish? Oh, ja. Of het andere gebouw. Is het moeilijk om primair over na te denken? We moeten 5 verdiepen naar beneden. Of zo, door het raam had jij, het andere gebouw heeft problemen. wat is de kans dat op één dag 2 vliegen? Doe dat meisje die zei, we moeten weg. Ah, dompie, we doen gewoon verder. Ik denk dat mensen zwaar... ik dacht dat dat zo'n platgetreden idee was, of dat dat een cliché was ondertussen. Maar ik heb het gevoel dat niet iedereen daarin mee is, of dat beseft, maar wat een impact dat 9-11 heeft op onze cultuur. Like zo moslimfobie of whatever, of zo. Ja, dat is duidelijk. De helft van het racisme in onze maatschappij is zo afkomstig van, kunnen zo terug... terugstippelen naar 9-11. Alle communicatie daarachter. Like, waarom is er zo weinig anti-Afrikaans racisme in ons land? Ja, dat is er kei veel. Maar ik wil zeggen, dat is geen... op politiek niveau dan zo Afrikanen haat is geen platform om stemmen op te winnen, verstaan je? Maar... Nee, het is geen platform om stemmen op te winnen, omdat... maar Arabieren wel, hoe komt dat? 9-11. Jawel, maar dat is het hele punt. Ze noemen het niet Arabieren, ze noemen het moslims. Het gaat niet om bruine mensen, ze noemen het moslims. Ja. En zo is het makkelijker om zo die stapjes te doen. Ja, het van moslim gaat naar vluchteling, van vluchteling gaat naar transmigrant. Transmigrant is een vuile moslim, voilà. En je zei het, je moet maar 2 of 3 stapjes doen. En dat is gewoon omdat...
Ja, en sinds 2001 hebben wij heel het Midden-Oosten plat gebombardeerd. En het was al vrij plat, maar goed. Man, dude, als je naar Damascus en al kijkt, als je gewoon wat er met die steden gebeurd is, Aleppo, hoe mooi dat bepaalde delen daarvan waren en hoe dat er nu uitziet. En dan, wilde jij naar Irak op reis gaan? Ja, of Afghanistan? Vraag mij dat 20 jaar geleden. Ja. Maar ik hoor... Vraag dat 20 jaar geleden. Een vreewijs land uit, ze. Wat? Irak zag er echt een vreewijs land uit. Ja, waarschijnlijk, maar heb je nog 200 andere interessante landen naartoe te gaan? Ik erger mij. Is dat nou ook de absoluut stedelijk? Het is 20 jaar geleden dat ik er wel naartoe wilde. Maar, ja, maar je hebt volledig gelijk. Ik ben volledig mee met wat je gezegd, want je hebt gelijk. Jij hebt gelijk. Ik vind, ik erger mij aan het soort mensen die zo, om zo wat subtiel een punt te maken, zo het controversieelste land van het moment neemt. Oh, ik zou daar graag naar op reis gaan. Ja, dat vind ik ook. Oh, ik zou graag een keer een tour in Afghanistan. Dat is echt een mega mooi land. Ik ken dat het effectief gedaan heeft. Wat een aansteller. Nee, het is gewoon horik. Ja, maar horik is wel, horik is... Dat is gewoon een maat van ons die... ik wist het zelf niet. Ik ken hem al 15 jaar. Ik wist zelf niet dat hij in Afghanistan een rondtrek was. Nee, snap het? Het is zo iemand. Ja, het is niet iemand die dan... Hij zit niet op Instagram, hij zit niet op Facebook. Nee, hij deelt ook met niemand. Hij is zijn mening niet aan het delen. En denkt hij dat hij... Want, dus heeft hij een beetje een tril aan het risico? Daar heb ik dan wel nog zeker. Hij wou eigenlijk vrij graag Aleppo gaan zien en het is hem niet gelukt en hij vond het vrij ambetant. Dat is een vrede. Omdat hij was daar net gegaan. Dat is een historicus die intellectueel en historisch vrij curieus is. Ja, ja. Dus hij is totaal niet een thrillseeker. Maar hij wil ik verdenk wel... gewoon heel veel zo van die wereldreizigers ervan. Dit voorbeeld is gewoon een die we kennen. Dat we zo... ja. Nah, maar ik verdenk dat soort zo wereldreizigers er vaak van. Dat ze zo de helft van alle plezier dat ze halen uit zo een grote reis naar een shitland. Is zo om hier te kunnen zo... Ik ben fucking naar India geweest. Bijna gestorven van... de lokale malaria of wat heb ik, maar het was echt wel, ik ben moe. Dus iemand die onlangs hoor zijn, ik wil niet, ik wil op reis zijn, maar niet in Europa. Mijn ding, als je meer foto's gedeeld hebt dan dagen, dan dat je er geweest bent, dan zijn er fout bezig. Een foto. Toon mij een foto en het interesseert me niet meer. Er bestaat zoiets. Zijn, dan mag jij met straatkinderen zijn. Ojo, check deze zielige mannen dat ik vriendelijk voor ga. Of dan mag aan de Taj Mahal zijn. Check, die vrouw is verkracht. Is er iets voor gebouwd? Hey, mag cliché zijn, maar moet dat gewoon niet. Er is zoiets als Google Street View. Excuseer. Ja, ik weet, maar dan deel die een foto met zo die lijnen en de naam van die straat. En dan valt het ook gewoon op de hart gedaan. Ik vind het wel wijs, die Google Street View dudes, die zo door die zo afgelegen gebieden gaan, met zo gewoon een Sherpa, die zo Google Street View... ze zijn er echt mee bezig, dus ik vind het mega wijs. In Oostenrijk? Geen, hè? Ik weet niet wat al veranderd is, maar ik weet dan nog, toen ik had opnieuw in Oostenrijk... Privacy ding of zo? En op een gegeven moment wou ik zo... Je wilt dat dan doen, de buurt, waar dat je naartoe moet, een keer verkennen, dat je niet lijkt een dipshit, dat je weet hoe dat de dingen eruit zien. Lukte mij niet. Dus ik heb echt naar daar moeten gaan met een fucking metroplan en een stratenplan. Een tweedimensioneel plan. Ja, nee, dan, ja, omdat ik had Google Maps, maar op dat moment was roaming nog niet. Oh. Het is gedownload, uw kaart. Wie zegt dat de EU een slechte institutie is? Kut institutie is dan. Rij voor corruptie. Wie is onze president nu? Nee, Van Rompuy of zo. Tusk of iets, dat ik vind dat gewoon... Hij ervoor stemt? Ja, waarschijnlijk. Maar die bepalen alles. Onrechtstreeks. Fuck, die bepalen alles dat wij nationaal mogen doen, wordt vanuit... Schaalvoordeel wordt overschat tegenwoordig. Mensen zetten te veel in op schaalvoordeel. Maar dat helpt ook over. Dat is gelijk bij bedrijven. De beste bedrijven zijn die tussen 50 en 200 man. Vallen. Dan heb je veel minder overhead, verlies je veel minder tijd met interne communicatie. En dan heb je niet te maken. Zit er met een band tussen iedereen, waardoor dat de meeste departementen kennen wel iemand op het andere departement. Dus dat is een goed vloeiende machine. Ik heb een mastodont gelijk de VUB gewerkt, waarbij dat soms een dag kwijt bent, met gewoon de correcte persoon te vinden die u kan helpen met een klein deelprobleem. En dan mailde ze, joh, er is een probleem met mijn computer. Uw ticketnummer is... Nu zitten we aan ticketnummer dat. En dan komen we helpen. En als je gewoon één nerd op een bureau van
of twee nerds op een bureau van 200 man hebt, die fixen alles die dag zelf nog. Ja, ja. Omdat die zijn niet bezig met de administratie van wie dat ze allemaal moeten helpen. Dus ik ga speed naar Roger, ik moet eerst nog naar die halen. Ik ga wel zeggen, ik ga het ticketing systeem nu wel even verdedigen. Zelfs al zitten in een zaal met 20 man, is wel een handig systeem. Het is een handig systeem, maar wat ik vrij belangrijk vind, overal dat ik gewerkt heb, is dat je op je gemak voelt. Dat je niet het gevoel hebt dat het onpersoonlijk is. Maar je wilt die een IT-man moet gewoon springen op je wenken. Maar like IT-man voor een bedrijf waar er echt IT-hulp nodig is, kun je dat nog gedaan hebt, daar heb je dat sowieso nodig. En ik weet dat je het nodig hebt, maar het is gewoon jammer dat de organisatie zo groot is dat iedereen hem gewoon behandeld voelt als een nummertje. Hmm. Wacht, zijn we bezig over... Want ik was twee seconden aan het opzoeken over wie dat Frans president was. Macron. Maar ik wil het niet weten. Macron is de Frans. Ik vind het gewoon zonde. De Europese. Ga weer een Belg zijn. Europese president bestaat eigenlijk niet, by the way. Dat is de Europese raad. Ja, ze noemen nee, dat president bestaat, de functie president bestaat. Nee, het is de voorzitter van de Europese raad. Het gaat Charles Michel zijn. Ja. Binnenkort. Goeie laterale move van Michel als het op geld aankomt. Wie had er gedacht? Dat een liberaal op hoog niveau ging gaan scheppen op een van de bestuursniveaus waar dat er meer geld rondvloeit dan in de Amerikaanse politieke stelsels? Ik wil ook wel scheppen. Maar ja, en dan terug te gaan op je voorpunt over IT-hulp en ticketnummers. Ja. Dat is vrij raar, hè? Het hangt eigenlijk af van de IT'ers. Like, als ik op je hand werkte, waren die allemaal boos op mij dat ik zo naar de mensen ter plaatse ging en de telefoon opnam als iemand een probleem had. En zelfs iets van, nee, ze moeten daar een ticketsysteem in geven. Als dat niet een ticketsysteem gestoken is, dan bestaat dat probleem. Wat ik snap, want die dude zit nou waarschijnlijk al lang genoeg dat er al genoeg misgelopen is. Dat er dingen, omdat alles moet daar geregistreerd worden, elke kost die gemaakt, elke minuut dat je werkt. Maar ook gewoon, ik denk dat je hebt gelijk, maar ik denk ook dat die gasten, dat er sowieso al voor elk groot bedrijf zijn er te weinig IT-dudes om alle problemen op te lossen. Ja. Die hebben zoveel werkdruk. Dus zij hebben zoiets van, alsjeblieft, elke scheet die je laat, registreert ze, want die fucking eikels geloven ons niet als we zeggen dat we ons te platter werken. Dat is ook een probleem aan een grote organisatie. In een kleine organisatie zien ze zo, Piet zit hier weer tot de 7, dus hij kloten af te draaien. Het mooie aan kleinere organisaties is ook dat je minder te maken hebt met het verfoeilijkste ras op aarde, namelijk de managementklasse. Het voor alles heen. Dat was echt... Dat op een gegeven moment... Managers zijn... Op een gegeven moment zijn er waterloze bloedzuigers en freeloaders. Vier die moeten allemaal die niets doen. Hè? Echt... Ik heb feest gevierd. Op 9-11, toen dat die toren vol met managers de grond raakte. Dat is ook toevallig zijn verjaardag. Nee, ik heb geen feest gevierd. Nee. Ik was bang voor de hele wereld. Ik heb gehoord dat er wel dansende mensen in de deuren rondliepen. Is dat zo? Een van de dansende moslims bij de aanslagen in Vlaanderen. Zo. Dansende dudes in deuren op 9-11. Dat heeft heel weinig impact gehad op mij, 9-11. Weet je wat er veel te weinig impact heeft gehad op mij? De aanslagen in Brussel. Oeh, dat heb ik gevoeld. Mooi. Ik ook, want ik moest naar Brussel. Ik heb gevoeld, maar dat is ondertussen... als ik daaraan terugdenk, geen emotionele reactie. Nee? Nee. Maar dan zei jij een creep. Nee, ik... Ja, misschien, maar... Ik hoe is het? Dat is super erg, dat is mega... Maar de emotionele verbindenis met dat drama is bij mij echt niet zo groot. Als je zo nu daar loopt, is dat toch van, what the fuck? En zeker omdat dan nu gewoon met mensen met geweren rondloopt. Dat vind ik wel goed, dat staat mij wel gerust. Maar bij mij als ik zo'n gewoon... geweren zie, dan denk ik, goed. Ik heb dat wat gedaan aan die dag. Of? Hij zijn naar mij gekomen. Die dag zijn naar mij gekomen. Nou, waarom? Normaal gezien ging mijn ma die dag in de luchthaven terugstaan. Maar doordat ze in New York, dat er een sneeuwstorm was, is ze niet op tijd teruggeraakt. Maar wij zijn allemaal in veronderstelling. We proberen haar maat te bereiken, we kunnen ze niet bereiken. En dat is pas al grap. Ben je geweest? En die dag zei hij, want ik had nog gebeld met hem, dus ik vind het meer raar, ik kan mijn ma niet bereiken. En hij zijn nog naar mij afgekomen. Ik weet nog altijd die dag. Kijk, en zelfs dat, hij weet dat niet meer. Maar als jij op de rand van een persoonlijk trauma stond, echt, ik wel gereed was ik er voor hem?
ja, toevallig, omdat je het al had afgesproken. Wat is het belangrijkste? Dat ik alles onthoud van kleine drama's, van mijn moeder is misschien dood, of dat wanneer dat erop aankomt, dat ik er ben voor mensen. Dat is wel waar. Dat is wel waar voor mij. En dat ik zoiets zeg, no big deal. Wat is uiteindelijk ik denk er zelf niet meer aan, ik doe dat ook niet. Voilà, dat is toch... Het was geen trauma uiteindelijk, omdat alles was in orde. Maar gewoon het moment dat ik kikker was, hebben we dat trauma kunnen vermijden. Er is zo'n filmpje van KRS-One. De rapper? De rapper, die zo zegt van ja, toen op 9-11 was ik in de straat aan het vieren van eindelijk. Hè, de blanke machtshebber die hier, die mensen die ons keihard onderdrukken, wordt eindelijk een keer op zijn vingers getikt. Wat? We kunnen massamoord vieren. Dat is zo dezelfde. Zelfs zij de politiek eens met alles dat ze aan het zijn zijn. Dus jongens, maar niet op die manier. En hip-hop is about peace and unity. Is zo de andere kant. Is zo de KRS-One zegt ook. Die is zo keihard zo into die brand van... Jesus Christ. Dat is een van die dingen die ik gewoon niet snap. Dat je zoiets kunt hebben van... Ah ja, ik was aan het vieren. Zo, train. Hoe is het? 3,000-4,000 mensen is toch? Hoe de fuck kunnen... Hoe kunnen we uw stad, waar je woont, gaan jaren moeten heropbouwen? Hoe kunnen aan het vier zijn? Omdat je een hot take wilt installeren. Want de hot take is dan, ik vond het niet zo erg. Ik zit zo'n, alright, psychopaat. Te vooral als New Yorker. Zij lijkt een New Yorker. Hoe kan dat niet door been en merg gaan, man? Dat is echt crazy. Wacht, even dat is echt, he claimed that he and other African Americans cheered when 9-11 happened. I say that proudly. Proudly? Hij heeft dat gezegd op een panelshow. Dat is wel volle Bush-era en zo. Hè? Dus dat moet een beetje in die context zien ook. Maar... Hoe goed als Bush, als we nu terugkijken. Ja, dat is inderdaad een artikel van 14 oktober. Maar weet wat? Even hot take. Hè? We gaan even een hot take op tafel smijten. Obama was niet geweldig. Trump is beter dan Bush. Hot take, ik luister. Verdedig uw hot take. Oorlogsslachtoffers. Aan de Amerikaanse zijde of gewoon? Gelijk welke zijde. Oké, ik luister. Meer moet niet zijn. Maar ik wil wel weten wat dat verschil is. Welke slachtoffers heeft Trump gemaakt? Die vermijdt wel oorlog. Hè? De goede smaak. Daar heeft hij zeker een slachtoffer van gemaakt. Ja, van de goede smaak. Oké, goed. Maar goede smaak doet geen mensen verrijzen uit de dood. Nee, maar doe wel mensen verrijzen uit krochten. Doe al mensen verrijzen uit schaduws. Dat is het mijn dus dan niet eerder is... geld en economische opportuniteit. Niet in onderpand. En een sociaal vangnet georganiseerd door de maatschappij. Iets dat hij zeker niet gaat krijgen. Wat dat mij stoort is, ik weet niet... Maar ik wil even mijn hot take wel afmaken, ja, want het is een vrij hot... Het is een sizzling hot take. Ja, we doen niet als een... als ik u niet ben aftreden, lijkt dat hij een absoluut nijkel zet. Even de tijd geven. Pak de tijd. Fucking Bush heeft oorlogen gestart, gebaseerd op leugens en al. Trump heeft tot nu toe oorlog vermeden. Hij trekt grote muil op, hij babbelt veel, maar als het erop aankomt, is hij te pussy om effectief de trekker over te halen. Je had daar kunnen met Iran, wat was het, Iran of zo? Of? Ja, en met Korea. Hij heeft al veel kansen gehad om echt zo... zware oorlogen te ontkennen, dan is hij gewoon te pussy om het te doen. En met andere, als je zo, ik denk de dodentol, ik denk dat de dodentol per dag of per jaar van Obama nog een stuk groter is dan dat van Trump. Ja, maar en ik ben daar hier zo hard in mijn gat aan het trekken. Gebaseerd op niets, maar ik denk wel dat dat waar is. Dat kan. En zelfs als dat waar zou... En zeker in vergelijking met Bush, sowieso. Nee, maar zelfs al zou dat waar zijn, oké. We gaan even in de veronderstelling, terwijl Sascha het opzoekt, dat klopt. Alright, maar dat is één aspect. Lijkt het andere aspect... Dat een vrij cruciaal aspect. Nee, maar ik ga zelf een ander aspect aan uw kant staan. De economie floreert op dit moment. Oh, maar... In de VS, de economische cijfers... Voor wie? Voor wie, Elias? Ja, maar, okay, voor wie? Wacht, zijn we nu aan het flipflop? Nee, ik ben niet aan het... Voor wie is de... Ik ga Trump niet verdedigen, hè. Nee. Ik zeg gewoon dat Bush een groot... misschien nog meer schade heeft verrokkend. Maar, was dat een juist werkwoord? We laten het in het midden. De economie is nu goed bezig. Maar voor wie? Voor rijke mensen? Ja, maar dat is niet hoe dat gemeten wordt. Ja, maar niet zo. Maar, we moeten het niet zo meten. Oké, ja, laten we heel de maatschappij omwerpen en plots op een andere manier over dingen praten. I agree, dat gaat niet gebeuren.
Dus ja, oké, okay, maar ja, we moeten arme mensen, hoeveel meer geld krijgen ze? Dat zou de vraag moeten zijn. Handig. Dat, middenklasse, hoe gaat het met hun? Middenklasse is aan het uitsterven. Voilà, ja, maar ja, goed. Die zegt wel laag aan het gaan of wel hoog aan het gaan. Ja, dus wat zei je? Dat de middenklasse het wel aan het ah ja, ze zijn aan het wel argument komen. Of gehoede middenklasse. Ik geloof wel dat zijn... Ja, tuurlijk als je... Ja, ik weet niet. Ja. Maar wat dat bij Bush is, Bush... Ah, zo het... Nee, maar Bush bleef in mijn hoofd... En dat is voor mij het grootste probleem met Trump, is... Zijn beleid ken ik niet genoeg van om het te bekritiseren. Maar zijn communicatie... Echt een serieus probleem, hè. Want het is niet enkel wat hij zegt, het is ook de manier waarop dat het zegt. Als de leider van uw land iemand uitlacht omdat hij in een rolstoel zit... En niet op... Maar dat soort kleine dingen. Zo'n grappige mens. En wat, maar dat is zijn taak niet. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Er zijn genoeg grappige mensen die betaald worden om grappig te zijn. Laat hen grappig doen. Het is niet Trump's zijn taak om te doen naar iemand in een rolstoel. Ik ga lachen. Dat is het probleem. Ik ga lachen. Maar dat maakt hem niet... Wat heeft hij gezegd onlangs? Dat hij de koning van Israël is of zo? Ja, die... Hij zegt de meest ridiculous shit, wat ik, versta me niet verkeerd, ik zie waarom dat grappig is. Maar het probleem is, het is vaak veel te serieuze topics om daar zo een loopje mee te nemen. We zijn bijna vanaf nog 6 jaar, boys. Het is bijna gedaan. 4 jaar, hè? 5 pakt. Ja, pakt 5 jaar. Hij gaat herverkozen worden. Ik snap niet waarom mensen denken. Daar kijk ik wel naar uit. Ik ga wel genieten van zo de dag van de herverkiezing van Trump, dat hij wint. En dan ga ik smullen van Twitter. En dan ga ik weer treuren voor de ondergang van de westerse maatschappij en de cultuur. Het is al naar de kloot net gegaan. Dat is mijn probleem met Trump. Met Trump, mijn probleem is gewoon dat hij hem in zijn communicatie... Op een manier, dat is mijnzelfde probleem met Theo Franken bijvoorbeeld. Dat zijn communicatie en zijn beleid zijn totaal niet hetzelfde. En de communicatie is zoveel harder dan dat beleid is, waardoor dat er bij de mensen die daarnaar luisteren een gelijkschakeling zet. Zo, maar zo waar is dat niet? Alle asielvluchtelingen zijn transmigrant en NGO's die... verdrinkende mensen van de boot halen, zijn mensensmokkelaars, dat is Theo Franken nu. Hè. Ja. Dat zorgt ervoor dat debat... Maar dus het beleid is ça va, maar de communicatie is gestoord. Want de communicatie is bijna het enige dat mensen mee bezig zijn. We zijn hier nu met 3 man waar we bezig zijn, we zijn de economische cijfers gestegen of dat. We zijn alle 3 geen grote dommerikken, ook geen grote lichten. We zitten zo right in the middle, volgens mij, en we hebben geen fucking flauw idee. Maar wat horen we? De communicatie. Ja, ja. Dus als je niets weet over politiek, wat dat 90% van de mensen is, maar uw leider is continu het soort ridicule shit aan het zeggen dan een Trump zegt, en in mindere mate, mijn excuses voor de luisteraars, dan Theo Franken zegt, dan zit er met uw debat dat verslecht. Denkt u niet dat Theo zo nog zo wat... Ik weet niet of dat beter is of slechter, maar dat hij nog zo, dat bij hem iets berekender is. Maar het is vreemd dat Theo meer weet wat hij aan het doen is. Ja, maar dat Trump echt gewoon een kleuter is. Ah, wel. Hetzelfde eindresultaat. Mijn probleem met Theo Franken is bijvoorbeeld, hij doet bepaalde dingen en dan komt er daar geen gevolg aan. Maar ik heb helemaal Trump tegen Brussel. Een voorbeeld van iets dat ik zoiets zeg. Wauw, dat mag niet. Want Tom van Grieken heeft onlangs gedaan en was een mega groot outcry. Hij liep rond in Brussel en was een vrouw. Zo vragen naar hem aan het roepen. En hij probeert zo weg te wallen en ze was zo vragen aan het staan. En dat was een filmpje, dat was op de redactie of zo gekomen. Hij heeft dat gewoon getweet. En hij zo, dit is de vrouw, dat is haar naam. En blijkbaar veroorzaakt ze graag problemen. En dan is hij zegt, have you lost your fucking mind? Dat is insane. En dan wordt hij cyberbullied. Dat is wel zot. En wie heeft dat gedaan? Theo Franken. God, en nu heeft Tom van Grieken net hetzelfde gedaan, met iemand die een Vlaamse vlag zo aan het vermassacreren was. Heeft hij gewoon op zijn Instagram verhaal deelt. Dat is ze. Dit is haar Instagram tag. Crazy. En dat is gewoon zo... Mob justice. Ja, en dan is het zo... Maar ik riep niet op tot geweld, hè, jongen. Dat was ik zei gewoon, dit is de persoon. En dat stoort mij. En dat is wat die mannen allemaal in ziek zijn. En dat is wat politiek rechts in ziek is en politiek extreem links ook in ziek is. Dat is wat ze doen. En ik haat dat. Want het gaat niet meer om wat is er juist en wat is er fout, maar gewoon wie heeft er gelijk in de stroommansargumenten dat we naar elkaars kop gooien. Maar je moet het gewoon loslaten. Who gives a fuck? Laat ze doen.
Je hebt letterlijk geen impact op gelijk wat, dus het is allemaal fucked. Dus maar je kunt even goed, moet zien als een soap, een keer goed lachen met een Trump. En, maar het heeft, want het heeft, op korte termijn heeft geen impact. Inderdaad, dat klopt. Op korte termijn kun je geen tanker keren. Maar het probleem is, als je de beweging begint in te zetten van hem te keren... Als je de beweging begint in te zetten van hem te keren, is het moeilijk om hem nog terug te draaien. Ja, oké, maar jij of ik... Ja, heeft een ander idee van dat de tanker naartoe moet. Er is geen enkele manier om ons leven in te delen dat wij ook maar een halve millimeter impact gaan hebben op die tanker. We zijn letterlijk... Wauw, vind bullshit. Kijk naar Anuna de Wever. Zij of iemand anders? Ja, maar het is wel één individu dat een gigantische impact kan hebben. Ik weet niet of dat Anuna op zich zoveel impact heeft. Als je al 17 jaar ervoor kunt zorgen dat de minister van Leefmilieu ontslag neemt, of van... Ja, maar ik... Ik denk altijd niet Anuna geweest, als het gewoon iemand anders geweest. Ja, dat was iemand. Dus het ding is, uw ding van zeggen van, dan kunnen wij toch geen impact hebben, en iemand anders zal het wel doen, is in essentie wat je nu zegt. Maar als iedereen zo Ik denk dat als het niet aan Anuna geweest, had iemand het gedaan in de zin van... Het is een hele massa. Ik kan misschien moet ik Anuna vervangen, maar dat verandert niet wat er gaat gebeuren. Zo. Ja, dus... Maar het... Dat is natuurlijk niet zo een van de grote vragen van geschiedkundig, geschiedenis, de geschiedkunde. Ik weet, is mag in hoeverre... een voorspellende vraag? Ja, maar van de groot... het is niet zo. Waarom vieren we de Gulden Spoorslag als we de oorlog verloren hebben? Oké, ga verder, want ik ga me elke week terug. Dat we martelaars waren. Ja, fuck off. Dus grootste vraag. Ik vier de Gulden Spoorslag niet. Hè. Maar dus, of dat, in hoeverre heeft het individu effectief invloed op de loop van de geschiedenis. Verwijder Anuna uit onze wereld. Okay. Denk je niet dat er nog altijd iets van... Ze heeft tweelings, dus ik stel voor dat we ze alle twee dan, want anders weet het niet... Maar het feit dat die, hoe heet die Greta Thunberg of zo? Ja. En er zijn nog, elk land heeft haar jong dametje, hè? Ja. Dus het is zelfs niet... Het is misschien de vraag, verwijder Greta Thunberg. En wat gebeurt er? Want Anuna is eigenlijk gewoon overgenomen wat Thunberg gedaan heeft. Ik ga zeggen dat het niet Greta Thunberg is, maar ik weet niet, Lieselot Duisburg. Dan. Okay. Goed dan, dat is gewoon iemand anders die het doet. Ik als individu, ik kan niets doen in mijn leven dat iets gaat van impact hebben op de wereld. Ik ga niets, ik ga geen... Ja, nee. Maar dan, ik vind dat het vrij groot. Ik zit in de rollercoaster en ik probeer te genieten van het zicht. Ja, snap ik. Dat is de perfecte manier van het leven te kijken. Ik wil daar gewoon tegenover plaatsen van, dat begint niet met impact op de wereld. Dat begint met impact op je omgeving. Dat begint met uitbreiden naar je regio. Van je regio gaat dat naar je land. Van je land gaat dat naar je landenregio. Van je landenregio gaat dat naar de wereld. Je begint niet... Met deze tweet gaat de wereld van... Zo begint het niet. Ja, oké, maar er zijn 10.000 andere gasten die zo dezelfde impact willen hebben als ik. En dan is het gewoon een competitie voor wie dat er bovenaan de ladder van impact staat. Als ik op die ladder zit of niet, die ladder gaat blijven bestaan. Zal het zo zijn? Ik hoop dat die gasten die dat doen en die meisjes die dat doen, dat niet... Ik vrees dat bij sommigen wel zijn, maar ik denk dat bij de meesten niet zo zal zijn. Dat dat niet gaat om de aandacht en het ego en de... Want als ik iets per se wil bereiken en ik zie dat iemand anders de wereld op die manier aan het veranderen is, fucking goed. Boyan Slat, kuiste hij de fucking oceaan maar op. Who gives a fuck, dat moet ik niet meer doen. Maar dat neemt niet weg, dat stel dat er iets is dat ik me echt vrij vurig over voel, wat dat niet zo is, dan zou ik er misschien wel voor strijden. Ik denk dat dat gewoon het punt is. Ik denk dat hij doet dit, ik wil geen impact hebben, maar als hij zegt dan, fuck ik, ja, dat ik geen veel werk gast. Dat boeit mij echt niet genoeg. Ik ga gewoon, zoals like hij zegt, in mijn zitje zitten en naar de rit kijken. Nee, ik denk echt dat activisme nutteloos is. Dat is historisch zo makkelijk tegen te spreken. Nee. Gewoon, ik ga niet. Hij niet? Ik ga niets veranderen. Voilà. Dus waarom zou ik het doen? Ik ben blij dat er mensen zijn die een brein gestructureerd hebben, dat ze denken dat waarde heeft wat ze doen. Want dat is wel goed, want dat heeft waarde wat ze doen en dat helpt en al. Maar...
Tot op een bepaalde hoogte kan ik je volgen. Dus het is niet, ik zie mijn eigen ook niet ergens op straat komen. Het zegt dat iets mega zots moeten zijn voordat ik op straat zou komen. Ik vind dat een van de leukste. Ik denk dat je die kunt opzoeken. Not usually a sign guy. Dus, heb je dat nooit gezien? Foto online, als gewoon type not usually a sign guy dat hij met. Dat is gewoon zo. Dat omschrijft perfect hoe dat ik me voel bij zo'n demonstraties en marsen. En zo. Maar zelfs, weet je wat, Anouna de Wever. Ja. Stel nu dat Anouna de Wever haar fucking spijbel... Klimaatmars. Ja, de klimaatmars. Geen klimaatmars. Stel dat er geen klimaatmars was. Ja. So fuck what, verandert niets. Wow, de minister van Leefmilieu verandert van naam en gezicht. Oké. Okay. Verandert niets. Nee, maar... Verkiezingen lopen niet anders. Groen is letterlijk geen stem vooruitgegaan. Er is gewoon zo... Het maakt geen reet uit. En zelfs Ad Groen, 100% van alle stemmen in België. Ze zouden, er is niets dat zij kunnen doen dat kan invloed hebben op het milieuprobleem. Nee, maar dat komt van Europa. Van? Dat komt van Europa. Fucking China, India en al die gigantische landen. Nee, ik zeg gewoon die onderhandelingen en al van die dingen... gebeuren hoofdzakelijk op Europees niveau. Daarom dat het hilarisch is dat wij daar geen macht over hebben. Dat is een dude, dat ik bedoel. Sorry, you. Not usually a sign guy, but jeez. Dat is wel goed, ja. Dat is ook ik me voel. Ik ga wel op straat komen als het echt nodig is. Maar ik wil kijk. Het milieu is het probleem. Kijk, wat ik denk, is dat al die klimaatmarsmensen en zo de Anunas van de wereld het probleem onderschatten. Dat is wat ik denk. Oké. Okay. Ik denk dat ze niet beseffen hoe fuck dat is. Ik denk sommigen van hen echt wel. Maar dit is gewoon... Het is fundamenteel om zeep. Je gaat... Like zo, dat is een ding. Ik heb het onlangs op mijn podcast ook zo half gezegd. Ik hoop dat mijn liefde gezegd, die wordt kwaad op mij. Ik wie? Zeg, mijn liefde wordt altijd kwaad. Maar ook, ik moet zeggen, het is al naar de kloten. Maar zo, we kunnen niets doen om het te redden. Het is om zeep. Dus, maar het is ook zo... 5 voor 12 is, want het is al fucking half 1. Ja, het is half 1 inderdaad. Maar dat is inderdaad... Als het 5 voor 12 was, zou het helpen om zuinig te leven, om minder CO2, om te fietsen in plaats van de auto. Dat zou dat helpen. Maar het is half 1. We moeten de klok letterlijk terugdraaien. Ja, de zuinigheid maakt geen zak uit. Nee. Want het is te laat. We komen tot op het punt dat we bijvoorbeeld moeten zeggen... Iedereen met een auto, lever dat in. Maar dat helpt zelfs niet. Dat maakt zelfs niet uit. Nee, maar ik zeg gewoon... Iedereen met een auto, lever dat in. Morgen smijten we een paar straten over en zetten we allemaal boom. Nee, maar zo. Die dingen. Ja, en het zou niet helpen. Het zou gewoon niet helpen. Nee, weet je wat er gaat gebeuren dan? Zee gaan altijd stijgen, gaan altijd een ijstijd komen, maar de mensheid gaat wel overleven. Ja, ja. En dan gaan we in een situatie zitten dat we wel boom nemen, dat we opnieuw kunnen opbouwen. Er is een beetje hoop in mijn boodschap. Wat we nu hebben, moet ontploffen om opnieuw te kunnen opbouwen. Er is hoop in mijn boodschap. Oké. Er is hoop in mijn boodschap. Met name, het is 1:30. Dus zuinig zijn... Sacha zijn boodschap. Ik vind dat je nu aan het piggybacken bent op Sacha zijn boodschap. Nee, maar omdat het is een perfecte beeld voor wat ik te vertellen heb. Oké. Okay. Het is 1:30. Dus zuinigen, bezuinigen, auto's op stal zetten, al die dingen, dat maakt niet uit. De tijd gaat gewoon trager vooruit, maar het is 1:30. Dus hoe trager dat de tijd ook vooruit gaat, is gewoon te laat. Wat we moeten doen, is de klok terugdraaien. Namelijk fucking crazy technologische vooruitgang gaan, dat we het gewoon uit de lucht kunnen plukken, de CO2. Dat we het echt met technologie, wetenschap, gewoon echt shit ontwikkelen... om letterlijk de klok terug te trekken. En weet wat? Blijf rijden met je auto, want je auto heeft geen enkele impact. Het is toch te laat. We moeten ervoor zorgen dat we kunnen blijven rijden met de auto. Want we gaan blijven rijden met de auto. Dus we moeten de klok terugdraaien. Ja. We moeten de klok niet vertragen. Het CO2, zo fake bomen... die eigenlijk CO2 uit de lucht filteren. Die zijn op kleine schaal worden die al gemaakt. Of zelfs zo, het schijnt dat like, zo gras beter is dan bomen. Like, ik zou zeggen van, overal gras bijvoorbeeld. Ja. Er zijn manieren en om... Maar dus, met andere woorden... Het is kapot, moet het herstellen. Het enige uw fiets, uw band is niet meer plat. Uw velg is gewoon volledig krom. En je moet dat ervan aan en moet daar een nieuw, beter wiel steken. Ja, en wat dat... ook... Allee, als België...
Like, wij, oké, we gaan bezuinigen als België. Wow. We gaan onze uitstoot met 2% verlagen in plaats van met 1% verhogen. Oh, ja, proficiat, maak je zakken. Het enige wat je echt van impact kunt hebben is, in België, is heel veel budget en energie steken in ontwikkeling, onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, technologische vooruitgang. Dat is de enige impact dat we echt kunnen hebben. Maar als je aan al die fucking groene hippies zo'n shit zegt, dan kijken ze je aan dat je een fucking een gek bent. Ja. Dan zijn ze een rechtse smeerlap. Ja, maar wat er moet gebeuren is... Mensen gaan moeten rijk worden... Je moet een context creëren waar dat mensen rijk worden van het milieu te rennen. Kun je het voorlezen? Of? Uw zuinigheid is de grootste narcistische leugen van deze tijd, godverdomme. Hier, dat is een voorwerp gemaakt om CO2 uit de lucht te halen en te filteren naar O2. Maar dat is nog zeer inefficiënt, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk dat nog zeer, maar dat is altijd in het begin. Mm. Als je die fietsen zag van vroeger met die wielen, dan ook zoiets, what were you guys thinking? Kijk, maar als we daar nu heel goed zouden kunnen zijn, zouden we er kunnen in slagen om die paar graden die we naar omhoog gaan, het pakt zo in het slechtste geval 4 graden, als we dat terug naar nul zouden kunnen brengen door dat soort shit... Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, maar stel dat je het zou kunnen vastzetten op 2 graden of zo. Ja, of we zouden iets moeten ontwikkelen, bij wijze van spreken, dat we ijs niets in de lucht schieten, waardoor dat allemaal fris wordt. Ja, maar het ding dat we nooit gaan kunnen terugdraaien, is het water, het zeeniveau. Het is gesmolten. De enige manier om dat, like dat je zei, de enige manier om dat terug te draaien, is een ijstijd. Dus al het water dat smelt voor eeuwig. Ja, en maar dan, CO2 gaan we misschien wel uit de lucht kunnen halen. Dat gaan we eruit kunnen halen. En wat we ook gaan leren, is bijvoorbeeld water ontzouten. En terug in milieu droppen. Dus we gaan echt binnen dit en 100 jaar gaan wij pompen hebben die zeewater pakken, die ontzouten. En die dan gebruikt worden om ergens gewassen of dergelijke. Dat gaat sowieso. Ja. Regen dat bestaat nog altijd, hè? Hm? Zeg, regen bestaat nog altijd. Regen bestaat nog altijd, maar ik ben bezig over... Inderdaad, als het water stijgt, als alle ijskappen smelten, dan is Gent een kuststad, hè? Ik heb een website gemaakt. Het is misschien leuk om daar reclame voor te maken. Bezoek hem niet op uw iPhone, want dan gaat het niet goed werken. whenwillidrown.com. Heb je dat gemaakt? Ik heb dat gemaakt, whenwillidrown.com. En daar kunt je uw locatie ingeven. En dan zegt de website uw locatie en hoe groot dat je bent. En dan zegt de website... Hoe groot dat je bent? Dan zegt de website u in welk jaar... En ook, moet je ras opgeven? Dat is een rekke vraag. Ja. Maar dan zegt de website in welk jaar dat je gaat verdrinken. Door het stijgen van de zeelevel. En Gent valt heel goed mee. Dus ze zien waar in Gent dat je bent. Je kunt ook... Ik ben hoe groot zei jij? 1,89 meter. Ik ga mijn schoenen aan hem. Dus pak 90. Dan voel ik mij technisch iets beter. Oeh, 90. Jij zei 90. Oh, leugens. 89. Zeg je 90 met schoen? Ja, tuurlijk. Dus, Man, jij leest echt niet als 90. Dank u. Jij leest als 85. Dank u. Is dat zo? Is dat een dank u? Ja, dat is wel goed. Je wilt niet 90 lezen. Je wilt 85 lezen. Dat is wel waar. Is het gewoon? Nee. Je kunt uw current als je het leeg laat, kun je huidige positie gebruiken. Of we moeten het adres insteken, maar je wilt uw adres misschien niet. Of gewoon de straat. Even niet. Maar er zijn heel veel hoogteverschillen in Gent, dus het maakt wel echt uit. Deze straat is redelijk vlak. Ik hoop dat het nog werkt nu. Ja, maar je moet dan wel allow doen boven, denk ik. Oh ja, dat kan niet zien hier. Ja. Ah ja, oké. Okay. En nu gaat hij... Voilà, kijk. En nu gaan we zien hoe dat water... Jepla! Je gaat hier verdrinken in het jaar 2904. Als ik dan nog leef, hoop ik dat ik beter kan zwemmen. Dat is mega gemaakt. Ja, dus ik heb dat gemaakt. Holy shit, whenwillidrown.com? Ja, ja, ja. Oh man, dat is een goeie. Veel bezoekers, dat lijkt mij echt in... Daar ga je zo'n muur zo viraal moeten gaan. Doe, post dat keer op Reddit. Ja, ja, maar ik heb nog veel ideeën om het te verfijnen voordat ik... Ik ga voor de karma, ga ik het gewoon posten. Ja, doe maar. Maar wacht. Sasha Zikora. We mogen het niet doen, want het is nog niet op iOS-devices. Heb ik een paar problemen. Ik moet nog werken aan de responsiveness. Gebruikt. Dus als je, dames en heren, als je naar whenwillidrown.com wilt gaan, dan moet je naar via uw desktop of laptop. En is dat die JavaScript sfeer? En wat hebben jij nogal? Het is allemaal een beetje JavaScript. Het is JavaScript om de,
om de data op te halen van twee API's en dan de animatie is CSS. En een simpele CSS-animatie. Ideaal moment om al jouw projecten even met de wereld te delen. Palaver, wekelijkse comedy podcast, elke maandag. Ja, voilà. We zitten al aan aflevering 95 of zo. Jeebus. Je kunt dan ook nog... Wanneer is het live in Roes? Want ze hebben een live... 23 oktober. Voilà. 2 jaar Palaver. 23 oktober. In de Roes Comedy Club in de Donkersteeg in Gent. Dat gaat cool zijn. En als je die 95 afleveringen hebt beluisterd... Sure. Ja, ik mensen ken doen tijd. Dat. Ja. Mensen doen dat. Ja, maar mensen volgen wel in het begin. Ja, het zijn mensen die teruggaan ook. Holy fuck, eenzame mensen. De zon schijnt, doe iets. Ja, laat dat maar kakken, dames en heren. Je bent tot hier geraakt, dus ik denk dat je een leven hebt. Dus 95 afleveringen van Palaver zal ook wel lukken, zeker. Ja, of, en als je die allemaal hebt beluisterd, kun je ook naar patreon.com/palaver gaan. En dan kun je voor €3 per maand... nog een keer 2 extra afleveringen per maand erbij krijgen. Waaronder de video-aflevering dat wij hier straks gaan opnemen. Jepla. Voor mijn fans, als ik er zo waar heb, steunt hij de mens. Ja, ja, ja. Alright, Eddie, dank u om hier te zijn. Graag gedaan, het was aangenaam. Oké, dat is altijd. Alright, merci. Yo. Plaspauze en switch. Ja, is goed.